Laten we nu even kijken naar het voorbeeld van buurtzorg door de ogen van een ecosysteem. En een ecosysteem werkt dus op principes. Eerlijkheid met elkaar, openheid naar elkaar, waardering voor elkaar, vertrouwen in elkaar, kunnen rekenen op elkaar. Dat is dus waar zo'n systeem uitkomt. Jullie weten waarschijnlijk wel dat een paar jaar na elkaar buurtzorg verkozen werd tot beste werkgever in de categorie grotere organisaties. En de basisgedachte weet je waarschijnlijk wel, maar ik wil toch even een paar dingen voorbij laten komen. Ze werken dus met teams van 10 tot 12 mensen die een vijftigtal patiënten bedienen in een afgebakende buurt. De teams zelf doen alle taken die vroeger bij specialisten zaten. Dus de specialisten hebben hun taken gedelegeerd aan de teams. Ze doen de intake, de planning, de vakantieregeling, de feestdagregeling, de administratie, de huur van een werkplek, de inrichting van een werkplek, de samenwerking met de artsen, de ziekenhuizen, de apotheken. Ze beslissen zelf of ze een vergadering moeten hebben of niet, wanneer er noodzaak is of niet. Ze regelen hun eigen trainingsplanning, vakantieplanning, ze doen eigen performance management en ze coachen elkaar. Teambeslissingen zijn een ingetraind proces. Ze zijn allemaal getraind in een proces van creatief samenspel. Dat is een ander soort training. Ja. Zij beslissen zelf wanneer er behoefte is om uit te breiden. En daar hebben ze nu een beetje last van dat ze waarschijnlijk te groot geworden zijn. Maar dat is een ander stuk van het verhaal. Ze hebben geen manager in het team. Alles gebeurt door teams. En dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Maar dat je doet datgene waar jij sterk in bent. En dat die sterktes gekoppeld worden. En daar wordt op getraind. Ze hebben niet alleen besluitvormingstraining, maar ook hoe gaan wij met mekaars eigenaardigheden om? Hoe kunnen wij meer in harmonie communiceren? Als er een conflict is, wat doe je dan? Daar leren ze dus allemaal op samenwerken. Om dat samenspel te bereiken, wat iets anders is dan samenwerken. Geen hiërarchie, maar je mag doen waar je goed in bent. En dat delen met elkaar. Er zijn niet alleen geen teamleiders, er zijn ook geen regiomanagers. Er zijn alleen regio-coaches. En de coaches hebben geen verantwoordelijkheid voor de cijfers. De coaches hebben geen verantwoordelijkheid voor de cijfers van de teams. De teams zijn verantwoordelijk voor de cijfers. De coaches zijn alleen verantwoordelijk om de teams te helpen om de cijfers te halen. Maar ze zijn zelf niet verantwoordelijk voor de cijfers. Die hele autonomie draait rond kernprincipes. En een intranet wat ontzettend goed georganiseerd is. En dat is dus te vergelijken met de informatie die gedeeld wordt tussen die trekvogels.